Welkom terug bij de Oude Camperwereld. Vandaag zijn we weer te gast bij Commercial Caravaning in Madrid. En vandaag behandel ik deze Rapido, de 696F, het model 2023. En deze kost dan 88.900 euro. Laten we eens dit voertuig wat nader gaan bekijken. Is uitgerust met lichtmetalen velgen van Peugeot. Deze Peugeot is uitgerust met een 2,2 liter dieselmotor met 140 pk. De standaard zaken, zoals het checken van de olie of het bijvullen van de olie of het bijvullen hier van andere vloeistoffen, is vrij toegankelijk. Maar voor de rest ligt de motor, vind ik, vrij diep onder de motorkap. Deze semi-integraal camper is 7,49 meter lang, 2,35 meter breed en 2,95 meter hoog. Als we eerst eens even aan de buitenkant beginnen en we kijken naar deze deur, dan valt gelijk op dat deze deur prachtig is afgewerkt in mooie kleuren. En wat ik wel heel bijzonder goed vind, is de weggewerkte prullenbak onderin. Die is mooi geïntegreerd in de deur. En tevens is deze prullenbak ook fors van formaat. Lekker diep en lekker groot. Erg fijn is dat extra raampje in de deur wat dat nog extra daglicht naar binnen geeft. En ingebouwd is er ook nog een verduisteringsgordijn. Achter in deze camper bevindt zich nog een ruime garage die aan beide zijden toegankelijk is. En achter in de camper bevindt zich het vaste bed, welke we kunnen laten zakken en ook tevens weer kunnen laten stijgen. En op die manier of creëer je meer garageruimte. En iets erboven bevindt zich de kraan van de buitendouche die hier aangesloten wordt. De garage kan verwarmd worden. En langs beide zijden bevinden zich ogen waarop zaken vastgezet kunnen worden. En de elektrische huishouding bevindt zich ook achterin in de garage en deze is makkelijk toegankelijk. Voor de rest zijn er weinig andere opbergmogelijkheden. Het systeem waarmee de garagedeur vastgezet wordt, vind ik zelf niet zo'n heel stevig systeem. Ik vrees dat dit heel snel afbreekt. Aan de bestuurderskant bevindt zich hier ook nog de waterdop. En iets links daarvan het cassettetoilet. En dan links van het cassettetoilet bevindt zich de aansluiting van de 220 volt van buitenaf. Net achter de bestuurdersdeur, daar bevindt zich de klep waar twee gasflessen in opgeborgen kunnen worden. En dit systeem is uitgerust met de CRES-sensor. En daarnaast bevindt zich hier voldoende ventilatie. En dan net achter de bestuurderdeur, daar bevindt zich het klepje waarachter de dieseldop en de dop van de AdBlue zich bevindt. Deze semi-integraal camper van Rapido kan je gewoon rijden met een B-rijbewijs. Het maximaal toegelaten gewicht is 3500 kilo. De wagen zelf weegt 3045. Dus dat betekent dat er nog 455 kilo toegeladen kan worden. Aan beide zijden bevinden zich behoorlijke grote deuren met hier een behoorlijk groot opbergvak met een flessenhouder.
En dan hier nog een klein vakje waar eventueel wat papieren ingestoken kunnen worden. En dan bovenop bevinden zich nog twee knoppen waarover de ramen bediend kunnen worden. En hier een knop waarover de beide spiegels afgesteld kunnen worden. En in beide deuren bevindt zich ook een verduisteringsgordijn. De cockpit is mooi overzichtelijk, maar eenvoudig. En lijkt toch heel veel op de cockpit van de Fiat bijvoorbeeld. Op het stuur bevindt zich de volumeknop. En aan de rechterkant de knop van het handsfree bellen. Links achter het stuur bevindt zich nog een knop van de cruise control. En iets links daarboven bevindt zich de knop van de verlichting. En rechts achter het stuur bevindt zich de knop van de ruitenwissers. En dan in het midden van het dashboard, tussen de snelheidsmeter en de toerenteller, daar bevindt zich dan nog een klein scherpje waarover informatie binnenkomt over de status van het voertuig. Deze Peugeot motor is uitgerust met 6 versnellingen. En in het midden van de cockpit bevindt zich dan een Pioneer radio met Bluetooth audio, telefoon, radio en DAB. En onder de radio bevindt zich dan de airconditioning en de verwarming met daaronder nog wat functionele knoppen. En iets rechts daarvan een USB aansluiting en een 12 volts aansluiting met een bekerhouder. En ook voor bevindt zich hier een verduisteringsgordijn. En dan net boven de spiegel bevinden zich dan nog wat leeslampjes. En voor bekers bevindt zich dan nog helemaal onderin twee bekerhouders. En het microfoontje van handsfree bellen bevindt zich dan hier, net rechts van het dashboard. En wat wel heel apart eigenlijk is, is dit knopje. Dit kan aan en uitgezet worden. En als je dit uitzet, zet je gewoon de radio uit. Of aan. En boven de cabine, daar bevindt zich ook nog eens lekker veel opbergruimte. En alles is mooi afgewerkt met leder. En boven de cabine bevindt zich nog een zeer groot dakraam, welke volledig is uitgerust. En welke ook lekker geopend kan worden. Verder kunnen de gordels ook nog versteld worden omhoog en omlaag. En met aan de zijkant ledlampen die aan en uitgezet worden door een eenvoudige tikje erop te geven. Deze semi-integraal camper biedt 4 slaapplaatsen, een vast bed en een hefbed hierboven. En de zithoek is fantastisch, mooi licht en ruim en biedt aan minimaal 4 mensen plaats. En er kunnen hier eventueel gewoon 6 mensen plaatsnemen aan de tafel. De tafel kan zich in alle richtingen bewegen en draaien en kan ook nog eens vergroot worden. En zo kun je makkelijk 4 tot 6 personen aan de tafel eten. En boven het zitgedeelte aan beide zijden bevinden zich ook nog 2 kastjes die zich laten openen door eenvoudige druk op deze plek. De kastjes zijn lekker hoog, maar niet heel diep. Verder aan beide zijden van de zithoek bevindt zich nog een beweegbaar leeslampje. En een groot voordeel vind ik dat er aan beide zijden zelfs aansluitingen zit voor 2 USB-poorten. Voor de rest aan beide zijden nog leuke gordijntjes en 2 ramen. En die volledig uitgerust zijn. En voor de bijrijders bevinden zich hier de gordels. De hoofdsteun van de bijrijder aan de kant van de bestuurdersstoel bevindt zich hier.
Wat ik zelf heel slim opgelost vind, is dat het hoofdsteun van de andere bijrijder hierin opgeborgen wordt aan de zijkant. Dit kan eruit gehaald worden en er hier ingezet worden. En om beestjes buiten te houden, is er hier ook een hoordeur ingebouwd. De keuken vind ik super mooi. Strak, modern afgewerkt en ook praktisch. Het gasfornuis bestaat uit 2 kookpitten. En het handige daarvan is dat de klep per kookpit geopend kan worden, zodat je hier altijd werkruimte overhoudt als je dat niet nodig hebt. Dan links van het keukenblok bevindt zich nog een redelijk grote spoelbak met een mooie kraan. En waar ook heel goed over na is gedacht, is hoe je de ruimte hier benut. Het gasfornuis is volledig naar achter gebracht en de spoelbak zoveel mogelijk naar links, waardoor je dus hier altijd lekker veel werkruimte hebt, maar ook hier in de hoek nog voldoende afstelplaats hebt. Daarnaast nog een flink buitenraam, uiteraard weer volledig uitgerust. En dan in de hoek bevindt zich nog een 220 volt stopcontact, een aansluiter voor 12 volt. En over deze knop wordt de LED-verlichting beneden onder het raam bediend en bovenin bij het dak van de keuken. En in de wand nog wat handige opbergvakjes, alsmede dit bakje aan de wand. En dan boven het keukenblok bevindt zich nog een kast. En naast de kast bevindt zich nog wat opbergruimte voor eventueel kruiden. En dan onder het keukenblok bevindt zich nog een lade voor het bestek bijvoorbeeld. En daaronder een flinke lade voor eventueel pannen en andere grote zaken. En alles met soft closing. En als derde, helemaal onderin, nog een kleine lade. En naast de lade bevinden zich de gaskranen. En links van de lade bevindt zich nog een kast. En in de kast bevindt zich boven nog een schuiflade. En deze kan gezekerd worden door deze knop in te drukken en dan gaat het op slot. En hieronder kunnen ook nog wat spullen opgeborgen worden. En tijdens het rijden kunnen alle kastjes gezekerd worden. En zo kan deze niet meer open. En onder deze knop kan er nog een handdoek of een theedoek opgehangen worden. En aan de andere kant van het keukenblok bevindt zich nog een Devoort absorptie koelkast met 145 liter. En daarboven nog een vriesvak. En boven de koelkast, daar is nog een arm om de televisie aan op te hangen. Met daarachter nog wat handige opbergvakjes. En dan helemaal boven nog een beetje kastruimte. Met daarachter de aansluiting voor de televisie. En zoals je ziet, ik ben 1,83 meter en ik heb hier nog ontzettend veel ruimte boven mijn hoofd over. En dat geldt ook voor het gedeelte waar de douche is en de slaapkamer. Ondanks dat het daar iets verhoogd is, heb ik hier nog steeds voldoende ruimte over. En als je wilt, kan je de camper scheiden in 2 gedeeltes. En dat is heel eenvoudig door deze deur van de douchecel hier dicht te doen. En zo is het achterste gedeelte afgescheiden van het voorste. En zo heb je natuurlijk ook privacy in het badkamergedeelte. En wil je dan volledige privacy in het badkamergedeelte? Dan doen we deze 2 schuifdeuren ook nog even dicht. Of juist alleen privacy in de slaapkamer. En dan is de badkamer volledig bij het zitgedeelte betrokken. De douche en toilet zijn beide gescheiden van elkaar
Meestal heeft dat als gevolg dat een van de ruimtes wat krap is. Maar hier in deze camper vind ik dat ik voldoende ruimte heb. En de douche laat zich sluiten eenvoudig door een klapdeurtje. Wat met magneten vastgezet wordt. En boven in de douche bevindt zich nog een dakraam. En langs het douchepaneel prachtige ledlampen. Het toilet is prachtig afgewerkt, mooi, luxueus en zeer modern. Met voldoende opbergruimte. En hier bevindt zich dan nog een 220 volt stopcontact. En dan in deze camper bevindt zich ook nog een fantastisch mooi groot bed. Het bed is 1,60 bij 1,96 groot. En zoals gezegd in de garage kan dit bed nog iets omhoog of verder naar beneden gebracht worden. Boven het slaapgedeelte bevinden zich nog twee ruime opbergkasten. En aan beide zijkanten nog een leeslampje. En aan de rechterzijde bevinden zich twee knoppen om het licht te bedienen. Net boven het hoofd of in het midden. Aan beide zijden nog zijramen en een klein dakraam. En dan aan het zijkant van het bed bevinden zich nog twee kastjes waar blouses bijvoorbeeld in opgehangen kunnen worden. Verder nog in de hoek een tv-aansluiting om ook in de slaapkamer een televisie op te hangen. En ook onder het bed bevindt zich nog achter een flinke schuiflade. En onder deze schuiflade bevindt zich dan de grijswatertank met een inhoud van 90 liter. En de schoonwatertank heeft een inhoud van 120 liter. Het hefbed bevindt zich boven het zitgedeelte en wordt bediend over deze sleutel elektrisch. En dit bed is 1,30 bij 1,95. En u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. En bedankt voor het kijken naar deze video. En dan boven de deur waar de camper binnenkomt, bevinden zich dan twee controlepanelen. Het linkse controlepaneel is de Troomba Combi 4 CP Plus voor de verwarming en het warm water. En daarnaast bevindt zich het hoofdcontrolepaneel waarover de accu van de auto wordt gecontroleerd, van het woongedeelte, de grijswatertank. En over deze knop wordt de waterpomp aangezet, de binnenverlichting en buitenverlichting. De vraag natuurlijk is, hoeveel kost het eigenlijk ongeveer om zo'n camper zoals deze het hele jaar op de weg te houden? Daarmee heb je natuurlijk te maken met een deel vaste kosten en natuurlijk een deel variabele kosten. Voor de vaste kosten moet je ongeveer voor de verzekering rekenen tussen de 720 en 1200 euro. Dit bedrag kan natuurlijk veel hoger zijn als het een nieuwe camper is die duur is en die dan ook all-risk verzekerd moet worden. Voor de wegenbelasting moet je ongeveer zo'n 1200 euro rekenen
En afhankelijk of je in de openlucht of binnen stalt, of je hem in het platteland of dat je in de stad moet stallen, bedraagt dit 300 tot 1200 euro per jaar. En het gemiddeld onderhoud aan de camper is ongeveer tussen de 300 en 700 euro. Dan krijg je nog variabele kosten. Wanneer je ermee gaat rijden, dan moet je ongeveer rekenen voor zo'n camper. 1 liter diesel, daar kun je ongeveer zo'n 8 tot 11 kilometer op rijden. Ga je gebruik maken van een camping, dan kom je al gauw gemiddeld zo'n rond de 30 euro uit. En maak je gebruik van een camperstaanplaats, dan zit je gemiddeld rond de 12 euro. En natuurlijk kan je ook plekken uitzoeken waar je niets hoeft te betalen. En natuurlijk, nu je deze kosten op een rijtje hebt gezien, moet ik er wel aan toevoegen dat natuurlijk voor iedereen de vaste kosten ook nog een beetje kan verschillen.